Deze highlights worden nu aangeboden door Heineken. En Hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Van de Braziliaan. Perisic, Dzeko trekt zich ook op gang. Iets trager dan Lautaro. Dus daar gaat de bal naartoe. En Lautaro maakt het en springt goed van. Tot een tweede redding in deze eerste helft. Het gaat goed. En dan was het Militão. Die kon knikken, maar niet tussen de paal. Het was een zeer goede hoekschop van Modric. De kopstop van Lautaro, tweede keer dat hij kan koppen. Deze keer niet tussen de palen. En dan gaat die bal voorlangs. En hier is Inter opnieuw met Dzeko. Tikt hem tot bij Brozovic. Het wordt hier warmer en warmer. Courtois moet opnieuw niet ingrijpen, maar dat schot gaat maar rakelings. Perisic, afvallen. Bij Dzeko geraakt en die klinkt Courtois opnieuw tot de redding. Een geknielde redding. Derde corner voor Inter. Çalhanoğlu, de Turk, weet Dzeko te vinden. Courtois brengt de redding op de lijn. Geen rebound echt voor Skriniar. Derde instantie ook niet, maar nog niet afgelopen. Het gevaar is nog steeds niet geweken voor de Real-defensie. Thibaut Courtois, voor de zoveelste keer, houdt hij zijn ploeg recht. Ja, nu wel. Grote uitbreken. Dit is een geweldige save. Hè. Dit is echt, ondanks het feit dat het vrij centraal gekopt is. Modric. Skriniar komt nu toch te laat bij Vinicius. Haal vlucht natuurlijk, Vinicius. En dan wil Modric het met zijn trademark buitenkant rechts doen. En nog een schot van Carvajal, binnenkant rechts. Heel hoog richting het dak van het doel. En dan een voetje moet voor het eerst tussen beiden komen met de handschoenen. Skriniar speelt daar toch een uitstekende wedstrijd. Tegen de snellere Vinicius. En nu, net op het moment dat ik hem een compliment geef, wordt hier uitgelopen. Vinicius veel sneller. En dan is er nu in dekking Stefan de Vrij. Carvajal, Rodrigo, tegenover Bastoni. Hij zegt dansen op een voetbalveld met Rodrigo Carvajal. De voorzitter belandt op bij Vinicius, die kan een hoek uitkiezen. Maar vindt de dijbeen van Skriniar. Ja, goede aanval van Real hier over die rechterkant. Valverde, Camavinga, heerlijke aanval en de goal van Rodrigo. Dit is een aanval om duimen en vingers bij af te likken.
En zo komt Real Madrid met nog een minuut te gaan op 0 tegen 1. Wow, wat een sensationele goal. Geweldige goal. Twee vallen zo. Ancelotti krijgt hier zijn grote gelijk. Valverde met het stiftje. Camavinga met de subtiele toets met zijn linker. En geweldig afgewerkt door Rodrigo. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Hotels.com, officiële sponsors van de UEFA Champions League.